20 minuten vertraging. En de N3 is dicht vanuit Dordrecht naar Papendrecht voor de aansluiting met de A15. 4 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan dus maar beter omrijden via de A16 en de A15. Je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Dat is bij Hoevelaken bij hectometerpaal 52,8. Op de A2 controle vanuit Maastricht naar de Belgische grens bij hectometerpaal 268,7. En ook controle op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij hectometerpaal 16,5. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van 2:30. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het liquidatieproces Marengo kan gewoon doorgaan met de rechters die er al zitten. Het wrakingsverzoek van kroongetuige Nabil B. is afgewezen. Die vond de rechters partijdig en vroeg afgelopen vrijdag om nieuwe rechters. Volgende week maandag gaat de zaak volgens planning verder. Hoofdverdachte is Ridouan Tak.